Nou, bedrijvigheid alom. Bouwvakkers, kabelleggers, tapijtleggers, noem maar op. Iedereen is druk in de weer om in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee deze zaal hier om te toveren tot een dartarena. Kijk, dit staat er al. De Zuiderduin Dartmasters. Dat begint morgen. Besteden er bij RTV Noord-Holland uitgebreid aandacht aan. Maar het was wel leuk, vonden wij, om ook eens even te kijken naar een beetje de achtergronden van zo'n toernooi, de werkzaamheden. Kijk, hier komt straks dat bord te hangen. Alle grote, de dartgrootheden van de wereld. Ik geloof dat er hier dan een camera zit. Die precies registreert hoe dat gaat. Kijk, ze gooien ook wel eens mis. Zie je wel? Dus hier staan ze dan. Even kijken, waar zal het zijn? Hier ongeveer. En dan is het pok. Nou ja, zo makkelijk als ik het laat lijken. Zo ziet het er trouwens wel uit. Zo makkelijk is het helemaal niet. Ik heb ook wel eens pijltjes gegooid, maar ik kan er niks van. Ja, ik raak het bord meestal, maar... Trappetje. Kijk, allemaal mensen nog die aan het werk zijn. Maar er zijn ook darters. Kijk, die staan hier. Dag darters. Hallo, kom even op je af. Hoi, Steven Roest. Wesley Harms. Hoi, Steven Roest. Remco van Heijden. En Remco van Heijden. Bedankt dat jullie even voor ons hier naartoe gekomen zijn. Jullie zijn natuurlijk in voorbereiding van het toernooi, want jullie doen mee. Dat is waar. Wij spelen hier aankomend weekend. En volgens mij Remco vrijdagavond. Ja, vrijdagavond. En nou ja, ik heb het geluk dat ik pas op zaterdag hoef te beginnen. Is dat een geluk? Kan je niet beter meteen? Huppakee. Nou, ik vind het wel lekker als je in theoretische zin maar een toernooi hebt over 2 dagen in plaats van 3 dagen. Dat scheelt toch wel. Ja, is het inspannend genoeg? Ja, het vreet mentaal heel veel energie uit je. Dus ja, fysiek is het niet een super zware sport. Maar mentaal is het wel zwaar belastend. Ik zie trouwens een sieraden die om je nek hangen. Kan duidelijk dat we hier met een darter te maken hebben. Staan ze ook nog ergens voor? Betekent, Elk sieraad in principe wat ik draag heeft een verhaal apart. Denk aan overledene mensen, zeg maar. En op die manier eer ik ze. Dus daarvoor koop ik mijn sieraden. En zijn ze bij je? Je draagt je geschiedenis om je nek. Zo kun je het ook doen. En in je hart. Daarmee. Nou ja, precies, zo blijven ze bij me. Ja. Sparky zie ik ook staan. Kijk, draai je eens om. Staat ook op de achter. Oh, dat is die andere. Die heb je net uitgedaan. Daar stond het ook groot op. Maar hier, trek hem even recht. Hier, Sparky, je bijnaam. Dat is mijn bijnaam. Dat is omdat ik voorheen elektricien was. Oh, dan kan je hier nog even aan de slag. Zullen we het niet doen? Ik ben bewust gestopt. Ja, nee, je moet hier nog aan de slag. Heb jij ook een bijnaam? Nee. Er is wel zo'n hele cultus. Als ik het wel eens zie, dan komen ze op met een speciale muziek. Zoals boxers dat vroeger ook deden. Wat heb jij als, hoe noem je dat, opkomst? Opkomstmuziek? Def Rhymes. Ja, ik ben niet te stoppen. Ja. Kan je het zingen? Nee. Dat is weer een ander programma, toch? Jij? Ik heb Bon Jovi, It's My Life. It's My Life. Is dat het? Of is dat wat anders? Ongeveer. Okay. Dit was niet de radio-uitvoering, denk ik. Nee. Ik ben geen zanger. Hier gaat het om, hè? Dat bord. Het hangt er nu niet, maar... In voorbereiding van zo'n toernooi zien jullie nu alleen nog maar dartborden voor je? 6 uur per dag gooien, of? Nou, dat valt wel mee. Ik moet sowieso nog werken. Maar s'avonds wel lekker trainen met veel mensen. Ja. Waarom met veel mensen? Je zou zeggen, je sluit je op in je kamer en je gaat heel gefocust. Ja, dat kan ook. Maar ik vind het wel prettig om met andere mensen te gooien. Ja. Dat is wel, vind ik wel prettig. Het is ook wel een beetje een gezelschapsspel, wou ik zeggen. Ja. Ik ben geen darter. Ik ken het inderdaad uit de kroeg. Ik associeer het. Voor mij, ik zie het als een spelletje. Maar dat is het voor jullie niet. Nee, het is meer dan een spelletje. Wij zeggen ook geen spelletje, wij vinden ook dat het een sport is. Maar iedereen heeft zijn mening daarvoor natuurlijk. Ik denk dat wij genoeg uren ervoor maken in de week om het een sport te noemen. Ja, wat is het sportaspect ervan? Je zei daarnet al iets over het mentale, hè? Over dat misschien fysiek... Nou ja, 2 dagen achter elkaar staan gooien is ook fysiek ook niet niks. Nou ja, ga jij maar 2 dagen achter elkaar volop concentreren op... Pak voor mij apart een blikje of een dingetje. Nou ja, dan zal je zelf wel zien. Dan heb je na 2 dagen heb je best wel hoofdpijn, denk ik. Het is gewoon echt concentreren op, in dit geval, ons werk. Sommige van die darters,
als je denkt, als ze een sprintje naar de bar moeten trekken, dan overleven ze het niet. Hè? Nogal stevig. Jullie zien er nog redelijk atletisch uit, maar jullie zullen ook wel eens om je heen kijken en denken van, jongen, die is weer dikker geworden dit jaar. Nou, ik denk dat het gewoon puur met de persoonlijkheid zelf te maken heeft. Ik bedoel, als jij gewoon op je gezondheid, dat is er niks aan de hand natuurlijk. Dus ja. Daarnaast zijn we natuurlijk ook veel aan het reizen. Hè. Het is niet alleen hier in Nederland. We zitten ook veel in Engeland en over heel Europa eigenlijk. Dus ja, gezond eten is soms is dat echt lastig. Ja, en dan ben je in een pub of in een café. En dan komen de broodjes dit en dat. En de gefrituurde huppeldepub voorbij. En dan is het. Ja, dat is het jammer. Terug te trekken met je bakje met rijst en kipfilet. Ja, dat schiet niet op dan, hè? Maar het is wel te lekker, hè? Dat Zuiderduin, hè? Die komen op allerlei toernooien. Misschien kunnen we even een rondje lopen. Zullen we even naar die VIP-ruimte gaan? Is het voor jullie een soort thuiswedstrijd, toch? Voor ons is dit zeker een thuiswedstrijd. Ik bedoel, we wonen hier denk ik beide nog geen 20 kilometer vandaan. Dus dit kun je voor ons wel een thuiswedstrijd noemen. Familie, allemaal hier straks, vrienden, mensen van de club. Daar gaan we wel vanuit. Absoluut zeker. Kijk, dan gaan we de VIP-ruimte in. Tenminste, de VIP-ruimte in wording. Hier ligt een flinke kabel. Kijk, hier is het straks. Hier verzamelen de spelers voordat ze de wedstrijd gaan gooien. Ja, hier zitten in theoretisch in alle spelers. Oh, we lopen er even naartoe. Het ruikt naar verf. Oh, er wordt ook nog geschilderd. Dag meneer. Hoi. Ja, meneer. Hallo, ja, ik hoor u de Hans. Hoi, Steven Roest. Goeiedag. Ik ben Medema, goeiedag. Oh, u bent de Medema wiens naam ook op de. Correct. De borden staat. U plaatst overal bij toernooien dit soort. Wat is dit? Ingooi? Dit is de ingooiruimte, de VIP-ruimte, zeg maar. Hier kunnen de spelers ingooien voordat ze op het podium hun wedstrijd kunnen spelen. De borden hangen er nog niet. Die hou je nog eventjes veilig. Ja. Dat is natuurlijk, want er zijn veel pijltjes gooien, zie je nu. Dan is iedereen de hele tijd bezig. Nou ja, goed, het is wel makkelijker natuurlijk als je het werk, voordat je het werk klaar hebt, dat je in ieder geval eens rustig je ding kan doen. Nou goed, vanavond zullen de eerste spelers hier wel zijn, denk ik. Dus dat, die komen, denk je, vanavond al hier? Ik denk vanavond komen de eerste komen hier. Hier nog een bordje nat ophangen of is het snel drogende verf? Het is watergedragen verf, hè, dus dat gaat snel. Nog even de finishing touch, hè, want je staat ook inderdaad in de VIP-ruimte en dan wil je dat het er een beetje knap uitziet. Dat is een ding wat zeker is. En u gaat van toernooi naar toernooi, overal bouwt u. Ik noem het zelf eigenlijk van de huistuin- en keukentoernooitjes, zeg maar, tot de professionele toernooien. Dus gewoon voor iedereen als ware. Ja. Dus, en in Nederland niet groter dan dit? Nee, inderdaad. Huh? Ze hebben wel gevraagd voor de Dutch Open, maar dat had ik zelf geen behoefte aan. Je moet gewoon bepaalde grenzen voor jezelf trekken wat je wel wil. Ja, en Zuiderduin Masters wil u? Ja, zeker weten. Nou, gelukkig. Ja, zeker weten. Dank u wel. En ga door met het schilderwerk. Het ziet er mooi uit. Dus hier gaan jullie straks ook ingooien? Ja. Ja, we gaan hier. Ik denk dat de meeste banen vanaf morgenavond al bezet zijn. Dan zal je 2-3 man per baan zal je wel zien staan om zich te prepareren voor de wedstrijd. Sta je dan ook wel een beetje voor elkaar, je een beetje groot te maken en een beetje stoer uit te stralen van, ik ga je pakken? Je bent van mij, vriend? Nee, dat gebeurt pas echt op het podium. Ja. Hier ben je gewoon lekker aan het ingooien. Zorgen dat je armen tussen aanhalingstekens flexibel is. Waarom? Ik zie ook dat je. Draag je altijd handschoen? Tijdens de wedstrijd zelf mag het niet. Dus op het podium gaan ze af. Maar als je dus. Ik wou bijna vragen, je hebt ze in bed nog aan. Maar ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat het toch lastig is om handschoenen aan te hebben. Maar voor de rest altijd handschoenen. Ik zal 90% van de tijd de handschoenen aan hebben, ja, inderdaad. Dus, maar er zitten ook geen vingertopjes aan, dus ik kan er gewoon alles mee doen. Je kan er die telefoon mee rondscrollen. Maar het is om ze te beschermen, om het warm te houden? De filosofie erachter is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je ze uitdoet, nou ja, je handen zweten nu, zweet droogt op, zoutoplossing, meer grip. Dus heb je eigenlijk weer meer grip op je pijlen. Dat is de achterliggende gedachte. Oh, slim. Meer grip, een beetje hars, een beetje talkpoeder. Wat is er mogelijk? Kan je een beetje. Ja, dat kan je allemaal, is allemaal verkrijgbaar. Maar of het helpt voor je, dat is een ander. En mag het ook? Ja, alles mag. Heel veel spelers hebben gewoon in een broekzak hebben zoiets zitten. En dan doen ze het af en toe doen ze het op. Okay. En vroeger gebruikten mensen, zag je dat op tv, zeg maar in de jaren 80, zag je gewoon op tv mensen echt gewoon krijt gebruiken. Zag je een shirt allemaal wit en, okay. En een broek. Is er nog een bepaald soort drank? Het is van oorsprong een kroegsport, om een beetje te ontspannen. Dat je niet al te
zenuwachtig en gefokt bent. Ik denk dat het helpt. En ik denk dat iedereen hier ook wel een biertje drinkt of iets. Ja. Voor de een is het nodig en voor de ander niet. Maar blowen, pillen, bloeddoping, dat soort malligheid. Dat staat op de lijst. Oh ja, dat wordt ook gecontroleerd. Ja. Op de... ja, in principe wel. Maar ook, in principe wel. Nou ja, op dit soort toernooien. Dit soort toernooien wordt, ja? Ja, wordt 100%. Plas in leveren na afloop. Er worden gewoon elke dag in theoretisch in 4 man worden eruit gekozen. Oh. Hè? Dat gaat gewoon in een glazen bolletje. Er wordt gekozen. En die 4 mensen die zullen dus een test moeten doen. Goh. Zie je dat het nog sport is? Oppassen. Ja. Oké. We gaan straks trouwens naar Heerhugowaard. Naar een café. De Swan heet dat. En daar gaan jullie mee. Nou ja, dartles. Dan gaan we wat pijltjes gooien, laat ik het zo maar zeggen. En dan gaan jullie hopelijk ook wel iets vertellen over... Het dartbord. Ja, nee, wij zullen je laten zien hoe het dartbord in elkaar zit. We zullen je aan de pijlen laten voelen. Zelf een pijltje gooien misschien. Als je het aandurft. En, natuurlijk. Ja. Dan mag je zelf bepalen of je het sport vindt. Als je Formule 1 coureur was geweest en je had gezegd... stap maar even in de auto rijden, rond. Je had het ook gedaan. Dus met pijltjes gooien... Ik geloof dat het, als ik mijn pijltjes gooi, gevaarlijker voor jullie is dan voor mij. Alleen als we klaar zijn, moet je geen pijltjes gooien meer zeggen. Dan moet je darten zeggen. Ja, darten, sorry. Okay. Ik had het opgezocht waarom het darten heet. Maar de Nederlandse naam schijnt van oorsprong vogelenpik te zijn. Nou. Ik ben niet zo ver in de geschiedenis. Ik weet dat de afstand en de hoogte van het bord 5 kratjes stapelen en 5 kratjes in de lengte neerzetten. Dus daar komt het waarschijnlijk ook vandaan dat het kroegsport is. Maar... Ja, nou ja, het werd al heel vroeg gespeeld. Maar ja, Vlaams-Nederlandse, vroeg Nederlandse naam Vogelenpik. Ik begrijp wel dat het toch bij darts gebleven is. Hoe heet het dan in het Vlaams vertaald? Dat was bij elkaar. Vlaams, vroeger was het natuurlijk Vlaanderen en Nederland één land. En van vogelen weet ik dat het inderdaad in het Vlaams neuken is. En pik, nou, hoef ik jullie volgens mij ook niet uit te leggen. Nee, dus we houden het gewoon bij darts. Er wordt met pijltjes gegooid, met darts. Hier straks dus een drukte van belang. Hier zit, in die VIP zitten er alleen maar spelers? Of zitten er ook familie bij, sponsoren? Nou, sowieso sponsors natuurlijk en genodigden. Dus een drukte van belang, glaasje op tafel, nou, geroezemoes. Het valt op zich wel mee. Hoor. Het is gewoon gezellig altijd hier. En het is waar je gewoon graag zit voor de wedstrijd. Nou, een gezellig toernooi, dus Zuiderduin Masters. We komen straks terug. Dan gaan we ook echt eventjes met pijltjes gooien. Tot zo. Dus hier en dan. Pak. Daar moet je dus terechtkomen, die in de 20. Ik geef hier eens deze voeten tegenaan. In het rode vak en dan, van de 20. Dan gooi ik 1. Mooi. Zit in de buurt. Weer 1. Ik zeg constant. Kijk, dat is het. Oh, maar dat is 3 keer 20. Je bent echt een natuurtalent dan. Dat is 62. De... 62! Ja, dat maar hier gaat het om. Daar moet je er zoveel mogelijk in krijgen. Want dat tikt zo snel mogelijk af. Je gaat terug van, waar begin je mee? 501. En alles wat je gooit wordt er vanaf getrokken. Wie het snelste bij 0 is, die wint. Ja, makkelijk hè? Als je maar met de buitenste ring eindigt. Hè? Want dat is 2 keer de waarde van het getal wat erbij staat. De dubbels. Dat zijn deze hier. Ja. Daar moet je op eindigen. Ja, daar moet je op eindigen. Of echt op de bullseye. Dat is de rode punt in het midden. Dus dat zijn de punten waarmee je op 0 kan komen. Maar dit is het zaak om zo snel mogelijk die triple 20's te gooien. Want dat levert het meest op. Ja, 7 en dan... Een triple 19 of een triple 15 erbij. En dan een dubbel. En dan heb je een 9... Dan heb je de 9 darter. Een 9 darter en dan ben je de koning. Wat is dat, die auto die daar stond? Ja. Die win je als je een 9 darter. Ja. En als er nou 3 mensen een 9 darter... Dan alleen de eerste helaas. De andere krijgt een schouderklopje. Wel eens gelukt? Nee, bij mij nog nooit. Nee, wel eens gelukt? Ik heb hem al een paar keer gegooid, maar nog niet tijdens de officiële wedstrijd. Dus nee, dat levert wel het meeste op, hè? In dit geval zou het een auto opleveren, dus dat levert zeker het meeste op. Goed. We gaan nog even gooien. Ja. Want nu gooi ik per ongeluk een keer 20. Ja, ik ben deze. Nou, mooi. Ja,
ze zitten wel in de buurt in ieder geval. Ze zitten ze zijn op het bord. Ja. Dat, mensen die gooien 14 en 11. Kijk, dat is mooi. Dubbel 20. Ik zie wel dat je... Het is wel, het kan bevorderlijk zijn om een beetje te smokkelen. Ja, een beetje naar voren. En een beetje naar voren. En dan het bovenlichaam stil houden. Ja, dat is wel het beste. Gewoon je lichaam stil houden en alleen je armen het werk laten doen. Nou, dat is nog net op het bord. Dan ga ik voor de bullseye. Oh, ook niet. Het wordt er niet beter op. Nee, maar misschien zijn die pijlen niet helemaal goed. Nee, ik denk dat die pijlen niet helemaal goed zijn voor mij. Ik denk dat dat het is. Wanneer was nou voor het eerst dat je... Kun je dat nog herinneren? Voor het eerst dat je zo'n pijl in je handen had op een echt bord gooide? Ja, dat is voor mij alweer een tijdje geleden. Dat denk toch al gauw 10, 11 jaar geleden. Ja? Ja. Wij gingen eigenlijk als vriendengroep na de voetbal gingen we altijd naar een café. Een beetje snoekeren, een beetje poelen. En ja, daarnaast nog even een beetje darten. En zo ben ik met de sport in aanraking gekomen en zo ben ik gestart. Ja. En naarmate de jaren vorderden, nou ja, ga je beter gooien... En op een gegeven moment zeggen mensen van, nou ja, je moet eens kijken of je het toernooi in Nederland kan pakken. Nou, en zo is het uitgegroeid tot nu dus Europees en ja, tot de wereldkampioenschappen. Ga je ook bij een club dan, ik haal de mijne er even in Nederland weg. Verenigingen. Verschillende, je zou zeggen iedere kroeg een vereniging of is het niet zo simpel? Nee, het is zeg maar, Noord-Holland heeft bijvoorbeeld 3 verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Dartbond. En daarnaast zijn er nog, tussen aanhalingstekens, wilde bonden noemen ze dat. Hè, dus die zijn niet aangesloten bij de, ja, bij de Nederlandse Dartsvereniging. En daar kun je ook voor uitkomen. Waar kom jij vooruit? Ik kom voor de DON uit. En, betekent dat toch iets? Dartorganisatie Noord-Holland Noord. En jij? De DORA, Dartorganisatie Regio Amsterdam. Don en Dora. Ja, oké. Okay. Mooi, hè? Wilde Bond, een van jullie toevallig? Ja, allebei staan ze. DBCP. Oké. Okay. Oh, die balletjes zitten vast natuurlijk. Helden is een dartbond, heb je ook nog. Dat is ook een wilde bond. Daar speel ik dan ook nog. Dus, en dan heb je nog Super League Nederland, zeg maar. Nou ja, daar speelt Remco en ik speel. Ingewikkeld lijkt boksen wel. Ook allerhande bonden en dingen. Ga maar gooien, hoor, trouwens. Ik sta aan de boel. Je bent er aan het trainen ook natuurlijk, hè? Morgen... Jij morgen niet, hè? Geen wedstrijd. Zaterdag de eerste. Voor mij is zaterdag rond etenstijd is voor mij de eerste wedstrijd. Jij morgen wel. Weet je tegen wie, tegen wie je moet? Tegen Martin Atkins. Is dat wat? Het is een dertter. Ja, hij heeft zich geplaatst natuurlijk, dus op zich kan niet wat. Ja, het zijn geen pannenkoeken die aan dit toernooi... Nee. Het is geen dorpstoernooitje. Nee. Het is natuurlijk, ja, precies. Hij heeft zich ook geplaatst voor de Lakeside. Dus ja, we gaan wel even kijken. Binnengekomen naar Wildcard. Ja, een wildcard. Maar ja, die heb ik natuurlijk ook gekregen. Dus. Ja. Hij is 17e geworden op de ranking. Okay. En de eerste 16 plaatsen zich. Oké. Okay. En jij was? 18, als het goed is. Oké, maar dan zit je heel dicht bij elkaar. Ja, zit ook allemaal dicht bij elkaar. Dus je zou... Als het niet gewoon kunnen, normaal gaat en een goede dag hebt, dan is het gewoon te doen. Precies. Ja, ja. Die spirit moet je wel hebben. Helemaal goed. Pak hem gewoon, je vreet hem op, man. Precies. Nou, gooi jij eerst? Dan, ja. Maar ik kan me voorstellen, de eerste keer als je zo'n 180 gooit, dat je dan wel heel blij bent. Ja, tuurlijk. Hè? Weet je dat nog, wanneer dat was, nee, de eerste keer? Nee, dat zou ik niet meer weten. Nee? Nee. Ik weet nu nog, ik weet nog precies de eerste keer wanneer ik een triple 20 gooide, namelijk 5 minuten geleden. Hoppakee, weer een 1. Ja, dat is toch wel redelijk constant. En belangrijk is dat ze in de buurt zitten natuurlijk. Ja, ja, het is wel redelijk gegroepeerd in dit onderdeel. Maar ja, het is wel jammer dat die 5 en die 1 net naast die 20... Maar die heb je ook nodig. Constructief. Je begint natuurlijk met oneven, dus een 5 en 1 heb je altijd nodig. Ja. Is er nou een... dat zal iedere voetballer of iedere... Is het geen goede plek, dit? waarschijnlijk ook wel een held hebben die... Oh, die zegt het een afzwaaien. Help of een voorbeeld? Een held. Wat is idool. Iemand waarvan je zegt, van, nou, dat is, als die speelt, dan moet ik zien. Ja, kijk, voor ons is natuurlijk de grondlegger is natuurlijk van Barneveld natuurlijk. Ja. Alleen maar van Barneveld. Dus voor de Nederlanders denk ik een grondlegger. Want daarvoor is het 30 zo goed in Nederland. En ik ben fan van Kevin Painter, maar ja. Ja. Dat is, je kan, je ziet waarom, wat doet hij anders? Ja, ik weet niet. Je ziet wel eens een speler en denk ik, ja, die vind ik leuk. Ja, en dat heb ik gewoon.
Maar dat is met zijn stijl of zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je me wel een beetje kan vergelijken. Ja. Samen. Ja. Ik pak mijn pijltjes er weer even uit. Nou, dat was weer helemaal niks. Nee. Nee, ik ben in zoveel dingen zo ontzettend goed dat ik, nou ja, dat darten, ach. Kijk. Hier. Wacht even, laten we even staan. Dat is toch wel de bedoeling dit, hè? Ja, het liefst nog een keer. Hè? Het liefst nog een keer en dan ja. 141 uit. Maar goed, als je dat dus zaterdagavond doet, dan schallen ze dat door de zaal. 180. En dan, groei jij weer even een paar centimeter. Nou, ik ben al vrij lang, dus dat, ik hoop er niet veel van te groeien, maar... Het is wel, de zaal vindt dat geweldig om te zien. Ja, nou, ik vind het ook knap. Als je het zelf een keer probeert, dan zie je toch hoe lastig het allemaal is. Ik ben al soms blij dat ze allemaal op het bord zitten. Nou, ik ga het gewoon ook even doen. Concentratie. Proberen je lichaam stil te houden. Ik moet mijn lichaam stil houden. Ja. Ja. Nou. Het is vrij eenvoudig om je lichaam stil te krijgen. Ja, hoe doe je met een scherpschutter uitademen en dan zachtjes de trekker overhalen? Zelf zeg ik mijn voet zeg maar tegen de okkie dwars. En ik, de okkie heet... Okkie heet dat, ja. En dan kijk ik zeg maar naar de muur. En dan draai, ik mijn lichaam in. Nou, dan komt hier spanning op te staan waardoor je eigenlijk stil staat. Nou, dan kan je dat bevorderen door dus, ja, je borst naar voren te duwen. Ja. Hè? Dan staat het gewoon stil, staat eigenlijk op slot en dan heb je alleen je armbeweging nog. Dus dat is eigenlijk het idee. Ja. Dus het was... Veel minder te corrigeren. Oeps, bijna prik ik mezelf aan het hart. Voet tegen de okkie. Zo, hier zo. En dan die kant. En dan... Draai ik vanuit je heup. Draai ik vanuit mijn heup die kant uit. Dan kan je recht blijven staan. Dan kan je ook ietsje... Kan ik soort van recht blijven staan. Dan ga ik iets naar voren. Nou, en dan gaat het dus nu gebeuren. Nou, weer een grandioze 1. Ja, het kan nog slechter natuurlijk. En dan een uurtje door blijven gaan. Ja, dat is wel gewoon kilometers maken. Gooien. En dan... Ja, tegen het begin zou ik gewoon zeggen van joh, weet je, richt eigenlijk gewoon niet gelijk op de 20. Zorg eens dat je pijlen bij elkaar houdt. Als je pijlen bij elkaar houdt, daarna ga je leren mikken. Maar als je pijlen kan groeperen, dat is veel belangrijker. Dan kun je ze bij elkaar gooien. Ja goed, nou heb ik ze bij elkaar. Ja, maar zo kun je ze niet weggooien. Nee, dat gaat niet gaan. Dus als je ze kan groeperen en daarna ga je dan leren mikken, dan wordt het vanzelf makkelijker. En dit 3 dagen lang, hè? Dit is, het is toch wel... Kan je nog blesseren? Als een ander zijn pijlen te vroeg los zou laten... op het moment dat ik mijn pijlen uit het bord haal, ja, dan zou dat kunnen. Maar volgens de regels is het vrijwel onmogelijk. Hè? Je tegenstander mag eigenlijk pas aan de okkie verschijnen als jij erachter bent. Dus als je volgens die regels gaat gooien, dan is er niks aan. Dat zijn toch scherpe jongens. Nou, in ieder geval heel veel succes... Hartstikke leuk. Je kan niet alle 2 winnen. Dankjewel, nee. Maar laat het dan alsjeblieft dan de finale tussen jullie 2 zijn. Ik zit in groep D, dus als hij in E, F, G of H zit, kunnen we elkaar treffen in de finale. Het is mogelijk. Volgens mij kan het, ja. Het zou wat wezen. Het zou wat wezen. Nou, volg dat in ieder geval bij TV Noord-Holland vanaf vrijdagavond tot morgenavond 7 uur. Eerste uitzending van de wedstrijden van het Masters toernooi, het Zuiderduin Masters. Dat is kampioenen in Noord-Holland. Nou, nog 1 keertje dan. Zo, en dan ook hier naar zo draaien. En dan... Oké. Wat is het idee?